in het magazijn van drankhandel De Boer. De leverancier van het dikke voetstoppopfestival. Ik heb al even gecheckt, het staat nog niet koud. Nee, het heel raar. Want we hadden er graag eentje open geklapt. Ja, nee, maar dit is echt te lauw. En die fusten die zullen ook wel niet... Maar dit is aardig wat bier. Wij gaan even naar een artiest. Ja, twee zelfs. Twee artiesten. Roy en Alex niet weglopen. Want we hebben namelijk het bijzondere geval hier. Ja. Alex, de ervaren artiest. Vele jaren en dit jaar weer met de band Bogie op Woodstock. En daar hebben we Roy. Hallo. Van Two Step Down. Dat moet Half Step Down zijn voor de duidelijkheid. Ik ben Roy Blum van Half Step Down, niet Two Step Down. Dat staat verkeerd op de poster. Dus Half Step Down. Ik ben benieuwd hoe Roy zich voorbereidt voor zijn debuut op Woodstock als artiest. Nou, flink veel repeteren denk ik. Bier drinken. En bier drinken. Ja, dat is geen voorbereiding. Dat doen we na de tijd, hè? Ja. Dus eerst spelen, dan mag er wat gedronken worden. Ze zijn wel erg netjes, hè? De vrijwilligers drinken haast geen bier. Nee, dat valt me wel op. Terwijl we toch eigenlijk andere verhalen over te horen. Ja. En vooral zie je bier hier zien. Zo moet het nog gaan, hè? Zo moet het gaan. Maar of het zo gaat dat de praktijk is... Nou ja, het laat nog wat aan vrije speling over, zeg maar. Goeie afsluiter. Ja, wij gaan terug naar de studio.